Namaste. Welkom bij Yoga op Klompen. Welkom bij deze yogales om af te vallen. Waarom een yogales om af te vallen? Omdat ik heel vaak de vraag krijg: kan je ook afvallen met yoga? Het simpele antwoord is ja. Maar daarvoor moet je wel een dynamische yoga stijl doen. Er zijn op dit kanaal heel veel yin yoga lessen. Gaat niet echt helpen. Een beetje, maar niet echt. Waarom een beetje? Leg ik uit, net als hoe je dan daadwerkelijk afvalt met yoga, leg ik uit aan het einde van de les. We gaan namelijk eerst bewegen. En we beginnen gewoon staand in Tadasana. Armen zijn relaxed langs het lichaam. Sluit heel even je ogen en breng je aandacht naar binnen toe. Voel je lichaam, voel jezelf staan. Als je wil, kan je ogen gesloten houden, maar breng de toppen van de schouders naar voren. Omhoog, open het borstkas, toppen van de schouders gaan naar achter en naar beneden. Dan komen de armen naar voren, naar de zijkant, naar achter en beneden. Doen we opnieuw. Eerste schouders voor, open, achter, naar beneden, dan de armen erbij. Nog één keer, schouders alleen. En de armen. Andere kant op. Dus eerst open de borstkas, schouders omhoog, toppen van de schouders naar voren, naar beneden. En dan de armen. Tweede keer. Open borstkas, schouders naar voren. En de armen. Laatste. Open je schouders, omhoog, naar voren. Armen naar achter, naar de zijkant, naar boven en naar voren. Oké, perfect. Klein beetje die schouders losmaken. En dan wandelen we naar het begin van de mat als je daar nog niet bent. Hier ademen we in, armen komen op. En op een uitademing, bekken naar recht, armen naar links. En trek met die linkerhand iets aan die rechter pols. Maak ruimte in die rechterzij. Inademing overeind. Rechterhand pakt linker pols, bekken naar links. Armen naar rechts, trek iets aan die linkerarm. Doe nog twee keer inademing op, verwisselhand. Uitademing, armen links, bekken rechts. Inademing op, verwisselhand, bekken links, armen rechts. Inademing op, verwisselhand, bekken rechts, armen links. Laatste keer, inademing op, bekken links, armen rechts. Inademing overeind, uitademing buigen vanuit, bekken naar voren toe. Inademing bovenlijf komt parallel aan de grond. Plaats je handen op de grond, buig je knieën zodat je naar achter in een plank kan stappen. Knieën gaan naar de grond, dus we komen op all fours. Draai je vingers naar buiten, zetten de handpalm op de zijkant van de mat. En we bewegen iets van links naar rechts. Kleine warming up voor je polsen. Belangrijk om blessures te voorkomen. Als je wil, kan de beweging wat groter maken. Maak er bijna een cirkel. En tegelijkertijd is de rug bollen en hollen. Dus we maken wervelkolom los op deze manier. Schouders los en de polsen. Oké. Vind een moment van stilstand in het midden. En dan draaien we. Andere kant op, nog steeds bollen en hollen. En ruime cirkel door dat polsgewricht. Laatste cirkel. Oké. Dan leggen we de hand rug op de grond. Draai de binnenkant van de elleboog zoveel mogelijk naar voren. En dat doen we aan beide kanten. En we bewegen iets van voor naar achter. Nog meer ruimte in die pols te krijgen. Begin niet de lekkerste beweging, wel hele nuttige beweging. Oké. Krul je tenen even onder. Wandel je handen richting je knieën. Kom met je billen op je hielen zitten. Dat je een stretch hebt aan de onderkant van je voetzool. Fascia daar, stretchen we ook uit. En we schudden de polsen even los. Oké, handen komen, weer terug. Stappen naar achter in een plank en hier bewegen we iets naar voor en naar achter. Laatste warming up voor de polsen. Buikspieren zijn aangespannen.
Oké, dan duwen we billen omhoog naar achter. Downward facing dog. Maak lengte in je rug. Maak een kleine wandelende beweging. Dus om beurten gaat er een hiel naar de grond toe. Dan vind weer stilte. Buig je borstkas iets door je armen heen. Maak lengte in die rug. Adem hier. Oké, kijk naar voren tussen je handen. Stap je rechtervoet naar voren. Linkervoet naar voren. Bovenlijf parallel aan de grond. Uitademing. Buig voorover. Kleine buiging in je knieën. Dan komt de stretch meer uit de hamstrings, uit de rug. Inademing, helemaal overeind, lengte. Uitademing, armen langs het lichaam. Oké, we gaan naar het dynamische gedeelte toe. Shit recht, als die recht wil. Zie, shit recht. Oké, dan gaan we. Inademing, lengte. Uitademing, buig vanuit het bekken. Inademing, bovenlijf parallel. Plaats je handen, buig je knieën als je moet. En we gaan met een sprongetje naar plank. Vanuit plank laat je helemaal op de grond zakken. Voeten plat op de grond. Inademing, open je borstkas, cobra. Tenen in de mat. Uitademing, downward facing dog. Lengte in de rug. Kijk tussen je handen. Inademing, rechtervoet staat naar voren. Blijf op de bal van je linkervoet. Kom overeind, armen op. High lunge. Uitademing, draai open met je bovenlijf naar links. Voeten blijven hetzelfde, armen parallel. Inademing, armen op. Uitademing, linkerknie naar de grond. Inademing, overeind. Uitademing, twist naar rechts. Armen parallel aan de grond, voeten blijven hetzelfde. Inademing, armen op. Uitademing, handen naar de grond. Stap naar achter in plank. Laat je helemaal op de grond zakken. Voeten plat op de grond. Inademing, open je borstkas. Tenen in de mat. Uitademing, bek op lengte in je rug. Kijk tussen je handen. Inademing, linkervoet stapt naar voren. Kom overeind, high lunge. Uitademing, open twist naar rechts. Armen parallel. Inademing, armen op. Uitademing, knie naar de grond. Inademing, overeind. Uitademing, gesloten twist naar links. Inademing, armen op. Uitademing, handen naar de grond. Linkervoet stapt naar achter. Laat je op de grond zakken. Voeten plat op de grond. Inademing, cobra. Open de borstkas. Buikspieren aangespannen. Tenen in de mat. Uitademing, downward facing dog. 1 ademhaling hier. Lengte in die rug. Belangrijkste in deze pose. Kijk tussen je handen, stap naar voren, bovenlijf parallel. Uitademing, buig voorover. Inademing, helemaal overeind, lengte. Uitademing, armen langs het lichaam. Oké, doen we nog een keer. Begin het weer, shirt recht. Inademing, lengte. Uitademing, buig vanuit je bekken. Inademing, bovenlijf parallel. Handen op de grond, sprongetje in plank, laat je op de grond zakken. Voeten plat op de grond, inademing cobra. Tenen in de mat, uitademing downward facing dog. Kijk tussen je handen, inademing rechtervoet stap naar voren, bal van je linkervoet, kom overeind, arm omhoog, high lunge. Knie boven je enkel. Uitademing, draai bovenlijf, open naar links, armen parallel aan de grond. Inademing, armen op. Uitademing, knie naar de grond. Inademing, overeind. Uitademing, gesloten twist naar rechts. Inademing, armen op. Uitademing, handen naar de grond. Rechte voet stapt naar achter. Laat je langzaam zakken. Hoe langzamer, hoe meer kracht je opbouwt. Voeten plat op de grond. Inademing, open je borstkas, cobra. Teen in de mat. Uitademing, downward facing dog. Kijk tussen je handen, inademing, linkervoet stapt naar voren, armen komen op, high lunge. Uitademing, open twist naar rechts. Inademing, high lunge. Uitademing,
Gesloten twist naar links. Ik vergeet er een. Inademing, arm op. Nu gaat de knie naar de grond. Inademing, overeind. Uitademing, handen naar de grond. Voet naar achter. Laat je zakken. Inademing, cobra. Tenen in de mat. Uitademing, downward facing dog. 1 ademhaling hier. Kijk weer tussen je handen. Kom met een sprongetje naar voren toe. Bovenlijf parallel. Uitademing, buig voorover. Inademing, helemaal overeind, lengte. Uitademing, armen langs, lichaam. Oké, laatste, zonnegroetversie. Inademing, lengte. Uitademing, buig vanuit je bekken naar voren. Inademing, bovenlijf parallel. Handen op de grond, uitademing, sprongetje in plank. Ellebogen zijn iets gebogen om je elleboogwrichten te beschermen. En we laten ons langzaam zakken naar de grond. Voeten plat op de grond, inademing, open je borstkas. Tenen in de mat, uitademing, bekken op naar achter, lengte in je rug. Kijk dus je handen, inademing, rechte voet stapt naar voren. We komen overeind, high lunge. Uitademing, twist naar links. Inademing, high lunge. Uitademing, linker knie naar de vloer. Inademing, overeind. Uitademing, twist naar rechts. Inademing, high lunge. Uitademing, handen naar de grond. Rechte voetstap naar achter. Laat je zakken. Inademing, open die borstkas. Tenen in de mat. Uitademing, bekken op. En naar achter. Inademing, linkervoet komt naar voren. Kom terug, high lunge. Uitademing, open twist naar links, naar rechts. Inademing, armen op. Uitademing, knie naar de grond. Inademing op, uitademing. Nu gesloten twist naar links. Inademing, armen op. Uitademing, handen naar de grond. Linkervoet naar achter. Laat je zak op de grond. Voeten plat op de grond. Inademing, cobra. Tenen in de mat. Uitademing, downward facing dog. Dit keer 3 ademhalingen hier. En downward facing dog. Kijk naar voren. Stap naar voren. Bovenlijf parallel aan de grond. Uitademing. Buig voorover. Inademing. Helemaal overeind. Lengte. Uitademing. Armen langs het lichaam. Oké. Tweede variant op een zonnegroet. Voeten komen weer bij elkaar. Inademing. Maak lengte. Uitademing. Buigen vanuit het bekken naar voren. Inademing, bovenlijf parallel. Plaats je handen, sprongetje naar achter, laat je meteen zakken. Chaturanga. Inademing, rol over je tenen. Je benen zijn nu vrij van de vloer. We zijn in upward facing dog, buikspieren aangespannen. Uitademing, duw terug, downward facing dog. Kijk dus je handen, rechtervoet stapt weer naar voren. We komen overeind, high lunge, armen op. Uitademing, nu draaien we de achterste voet wel. We zetten hem 90 graden, armen parallel aan de grond. Dus we zijn nu warrior 2. Draai de rechterhand om. Inademing, linkerarm gaat naar het been, rechterarm komt op. Maak een lengte in die rechterzij. Uitademing, rechter elleboog gaat naar de dij, linkerarm komt over. Paschvakonasana. Inademing, beide armen parallel. Uitademing, sluit eerst je heupen, kom op de bal van je voet. Dan handen naar de grond, rechtervoet naar achter. Laat je zakken, Chaturanga Dandasana, lijf blijft van de grond. Inademing, rol over je tenen, open je borstkast. Uitademing, downward facing dog, lengte in je rug. Inademing, linkervoet stapt naar voren, tussen je handen, kom overeind, high lunge.
Uitademing, rechtervoet draait open, warrior 2, knie in lijn met je enkel. Draai je linkerhand om, inademing, lengte in die linkerzij. Uitademing, linker elleboog naar dij, rechter arm over. Inademing, beide armen parallel. Uitademing, bescherm je heupen. Eerst draai je op de bal van je voet, zodat je heupen zijn gesloten. Handen naar de grond, linkervoet stapt naar achter, laat je zakken, chaturanga. Inademing, upward facing dog, hou spanning in je benen. Uitademing, downward facing dog. Eén volledige ademhaling hier. Inademing, kijk tussen je handen, kom in een sprongetje naar voren, bovenlijf parallel. Uitademing, buig voorover. Inademing, helemaal overeind, lengte. Ga meteen door. Uitademing, buig vanuit je bekken naar voren. Inademing, bovenlijf parallel aan de grond. Plaats je handen, sprongetje naar achter, chaturanga. Inademing, upward facing dog. Uitademing, downward facing dog. Rechtervoet stapt naar voren. Inademing, high lunge, armen komen op. Uitademing, draai open, warrior 2, dus linkervoet is gedraaid. Rechterhand draait palm naar boven. Inademing, rechterarm op, linkerhand naar je dij. Uitademing, elleboog naar knie, linkerarm over. Inademing, beide armen parallel. Uitademing, sluit je heupen, handen naar de grond, stap terug, laat je zakken, chaturanga. Inademing, upward facing dog. Uitademing, downward facing dog. Inademing, linkervoet komt naar voren, high lunge. Uitademing, draai open, warrior 2. Linkerhand draait om, inademing, linkerarm op. Uitademing, linker elleboog naar de dij, rechterarm komt over. Inademing, beide armen parallel. Uitademing, sluit je heupen, handen naar de grond, linkervoet naar achter, laat je zak in chaturanga. Inademing, rol over je teen. Uitademing, downward facing dog. Eén volledige ademhaling hier. Kijk tussen je handen, kom met een sprongetje naar voren. Maak je landing zo zacht mogelijk, bovenlijf parallel. Uitademing, buig voorover. Inademing, helemaal overeind, lengte. Uitademing, armen langs het lichaam. Oké, één ademhaling hier. En dan doen we nog één serie hiervan. Dus inademing, lengte. Uitademing, buig vanuit je bekken naar voren. Inademing, bovenlijf parallel. Uitademing, meteen naar chaturanga. Inademing, upward facing dog. Uitademing, downward facing dog. Inademing, rechtervoet stapt naar voren. Kom overeind, high lunge. Uitademing, open, warrior 2. Rechterhand draait om. Inademing, reverse warrior. Uitademing, Parsvakonasana, elleboog naar dij. Inademing, beide armen parallel. Uitademing, sluit je heupen, handen naar de grond, rechtervoet stapt naar achter, laat je zakken, chaturanga. Inademing, upward facing dog. Uitademing, downward facing dog. Linkervoet stapt naar voren, op je inademing, kom overeind, high lunge. Uitademing, draai open, hoor je toe. Linkerhand draait om, inademing, reverse warrior. Uitademing, elleboog naar je dij, rechterhand komt over, Parsvakonasana. Inademing, beide armen parallel. Uitademing, sluit heupen, handen naar de grond, voet naar achter, chaturanga. Inademing, upward facing dog. Uitademing, downward facing dog. Drie ademhalingen hier. Oké, hier vandaan gaan we naar een plank. We gaan mountain climbers doen. Dynamisch, dit wordt dynamisch. Linkerknie naar je borst en we springen om. Rechterknie naar je borst en doen we een aantal keer.
Oké. Terug naar plank. Wandel handen richting voeten. Inademing bovenlijf parallel aan de grond. Uitademing, buig voorover. Uttanasana, kleine buiging in je knieën. Je wil de stretch echt achter in je dij voelen. Niet achter in je knieholte, niet bij je zitknobbels. Hoofd is zwaar en naar beneden. Als je wil, kun je handen omdraaien, vingers naar achter. Misschien je vingers iets verder naar achteren wandelen. Volgende inademing, bovenlijf parallel. En op een uitademing wandelen we terug naar plank. Oké, tweede set, mountain climbers. Linker knie naar de borst, spring om. Oké, terug plank. Wandel handen naar voeten. We gaan een iets diepere vooroverbuiging. Dus we pakken middelvinger, wijsvinger, duim, de grote teenbeet. Inademing maken lengte in de rug. Uitademing, navel gaat richting de wervelkolom. Buigen voorover, ellebogen zijn naar buiten toe. Inademing bovenlijf weer parallel. Uitademing wandelen opnieuw naar plank. De laatste set. Laat beginnen, rechte knie bij de borst. En spring op. Oké, terug plank. Wandel handen naar de voeten. Gaan nog een slag dieper. Dus tillen onze voorvoeten op, schuiven daar onze handen onder. Inademing, lengte in de rug. Uitademing, buig voorover. Inademing, voeten op, bovenlijf parallel. Uitademing, wandel, handen naar voren. Plank, laat je zakken, chaturanga, buikspieren aangespannen. Rol over je tenen, upward facing dog, downward facing dog. Oké, kijk naar voren, tussen je handen. Grote stap naar voren met je linkervoet. Dan wandelen we de handen naar de zijkant van de mat. Voeten komen parallel, heel belangrijk. Zijkant van je voeten, parallel met de zijkant van je mat. Als je voeten uitgedraaid zijn en je gaat naar de vooroverbuiging, stretch je maar twee van je drie hamstrings. Oké, inademing hier, lengte, uitademing, buig voorover. Stretch voor de hamstrings, tegelijkertijd adductoren, spieren aan de binnenkant van je dij, stretch je hier ook. Inademing, bovenlijf parallel aan de grond. Uitademing, handen op je heupen. Inademing, langzaam overeind. Oké. Nu draaien we de voeten iets uit. Dus we wijzen zeg maar richting de hoeken van onze yogamat.
hoek van 45 graden. Inademing, armen komen op. Uitademing, buigen de knieën. We komen diep zitten, goddess. Handen kunnen, als je het fijner vindt, op je knieën rusten. Daarmee kan je misschien je benen iets meer openen, want we willen naar die adductoren toe. Hebben we straks nodig als we naar, wat we zeggen, de diepste pose gaan in deze les Vishnu's Couch. Oké, adem hier. Oké, adem in. En op een uitademing ga je hand door naar de grond. Buig je rechterbeen meer en strek je linkerbeen. Stenen wijzen omhoog. Deze voet is nog steeds hoek 45 graden, misschien iets minder. Oké, met behulp van de handen buig links, breng je gewicht over naar links, strek rechts. Doen we een aantal keer. Dus we gaan naar de achterkant van de mat, voorkant van de mat. Achterkant van de mat, voorkant van de mat. Laatste dynamische, achterkant van de mat, voorkant van de mat. Nu gaan we achterkant van de mat, maar we blijven hier. Linkerhand gaat naar achter en we komen iets in een vooroverbuiging. Dus je wil nu vooral een stretch eigenlijk in je lies, in je kleinere adductoren voelen. We zijn nu heel erg bezig met een heup openen. Oké, inademing overeind. Uitademing draaien we het om. Rechterhand nu naar achter. En we buigen voorover hier. Eventueel kan je met die linker elleboog die linker dij iets verder openen. Inademing overeind. Voeten weer parallel. En nu op een uitademing wandelen de handen naar links. We buigen voorover over dat linkerbeen. Dus we krijgen nu een stretch van de adductor en de hamstrings. Inademing, bovenlijf parallel. Wandel je handen naar rechts. En op een uitademing buigen we over het rechterbeen naar voren. Inademing bovenlijf parallel. Wandel je handen naar voorkant van je mat. Linkervoet stapt naar achter in plank. Knieën aan de grond. Kruis je enkels. En kom op je billen zitten. Oké, lukt dat? Dat lukt hopelijk. Gaan naar bootpose. Dus buigen onze benen. Buikspieren zijn aangespannen. Armen parallel. Benen kunnen of parallel aan de grond of recht overeind. Recht overeind. Recht. Wat jij wil. Oké. Buig je knieën. Eén ademhaling hier. Breng die knieën naar de borst. En dan gaan we weer. Strek je benen. Borstkas open. Niet in je rug zakken. Waarom doen we de buikspiertrainingen?
Oké, buig je benen, knieën naar de borst. Eén ademhaling hier. Oké, laatste set. Oké, buig je knieën. Kom overeind. Moment hier. Adem. Relax de schouders. Oké. Strek je rechterbeen. Linkervoet komt binnenkant rechter dij. Inademing, armen op, we maken lengte. Uitademing, buigen we voorover over het rechterbeen. Dus we hebben weer vooral een hamstring stretch in de rechter dij. En een klein beetje een opening van die linker adductor. Inademing, langzaam overeind. Verwissel van been, handen achter je. Hop, draai je benen om. Inademing, armen weer op, lengte. Uitademing vanuit het bekken naar voren. We willen echt het bekken gebruiken voor de vooroverbuiging. Niet de bovenrug te veel, klein beetje maar. Inademing overeind. Uitademing, armen achter je. Brengen de voeten bij elkaar. Voeten zijn vlak bij je bekken. We maken een vlinderbeweging met onze dijen. Dus we hebben een opening voor de adductoren. Laatste opening voordat we naar Vishnu's Couch gaan. Oké. Je kan je handen gebruiken om je iets meer in een vooroverbuiging te komen. Voor sommigen heel makkelijk, voor sommigen, mij, heel erg lastig. Puur te maken met lichaamsverhoudingen. Niet eens zozeer met flexibiliteit. Maar meer lengte van benen ten opzichte van bovenlijf, hoogte van je bekken. Oké, inademing langzaam overeind. Je benen naar voren, schud ze los. Oké, we komen. Op onze zij liggen, beginnen op onze linkerzij. Dus benen zijn lang. Je linkerhand komt onder je hoofd. Je buigt je rechterbeen. Middelvinger, wijsvinger, duim. Pak je je rechter grote teenbeet en je brengt je rechterbeen omhoog. En dat breng je naar je toe. Dus je hebt een hamstring stretch en tegelijkertijd een opening van je adductor. Dit is... Ik ga er Engels op praten. Dit is Vishnu's Couch. Andere kant. Je kan omrollen. Ik hou het richting camera. Dus ik ga even naar de andere kant van de mat. Microfoon iets naar achter. Rechterbeen op de mat. Rechterhand onder je hoofd. Buig links.
pak je grote teen weer beet. Been op richting het hoofd. Dus we proberen en te openen en het been richting het hoofd te brengen. Langzaam been terug. Dan rollen we op. Op onze rug. Brengen de knieën naar de borst. Armen om de knieën heen. Trekken de knieën in de borst. Kleine relax oefening voor de onderrug. En een oefening om jezelf weer een beetje te sluiten. Vishnu's couch. Vishnu's sofa. Vishnu's bank. Is ook een opening van je bekken. Is een gebied waar heel veel emoties zitten. Dus aan het einde van een les is altijd belangrijk jezelf te weer sluiten. Knieën naar je borst is een goede oefening om dat te doen. Je kan je hoofd zelfs opbrengen. Hoofd gaat richting je knieën. Maak een klein balletje van jezelf. Beschermende houding. Voor als je zo meteen na je les misschien weer de grote boze buitenwereld ingaat. Omgeven ben met allerlei mensen. Sluit jezelf even af. Oké, dan strek je benen uit. Armen langs het lijf. Adem diep in door je neus. Adem uit met een zucht. En het enige wat je nu hoeft te doen is te zijn. Langzaam iets met je tenen en je vingers. Breng je handen over je hoofd, strek jezelf even uit. Hou je ogen nog even dicht, rol over op en zij. En met behulp van je handen kom je langzaam tot zitten. Dat is goed, meisje. Breng je handen samen voor je borst. Buig je hoofd richting je handen. Geef je denken over aan je innerlijk weten. Wrijf je handen samen, creëer hitte. Leg ze over je ogen heen. Open je ogen in het duister van je handen. Spreid je vingers om het licht binnen te laten. En dan breng je handen weer voor je borst. Dankjewel dat je mee hebt gedaan met deze les. Oké, yoga en afvallen. Waarom werkt het? Er is heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. En overal blijkt uit dat yoga helpt bij afvallen. Verschillende redenen. De eerste reden, bewegen. In Nederland is er heel lang een campagne geweest. Beweeg 30 minuten per dag. Yoga is iets wat je heel makkelijk iedere dag kan doen. Je kan het thuis doen, vandaar dit kanaal. Je kan het in de yogaschool doen, wat we absoluut aanraden om dat te combineren met dit kanaal. Maar je kan mij niet wijsmaken dat je niet iedere dag 30 minuten de tijd hebt om yoga te doen. Een hele simpele manier is zelfs 30 minuten eerder opstaan en 's ochtends yoga doen. Op die manier doe je het zonder dat er wat tussen kan komen.
Dus het is bewegen. Vooral de dynamische lessen aan Vinyasa Flow is een type asana, type beweging die absoluut helpt om af te vallen, simpel doordat je beweegt. Tweede reden, yoga stimuleert je spijsvertering. Bij heel veel mensen werkt de spijsvertering niet goed, voor een groot deel door stress. Yoga brengt de spijsvertering weer op gang. Derde reden, al genoemd, stress. Yoga verlaagt stress. Ik heb er een aparte video over gemaakt. Als we gestrest zijn, zijn we vlucht-vechtreactie. En als het lichaam in een vlucht-vechtreactie is, zijn er veel belangrijkere dingen dan je spijsvertering. Dus we moeten relaxed zijn om ons eten te kunnen verteren. Yoga brengt je van die vlucht-vechtreactie in de relaxed modus, helpt bij het verteren van het eten. Volgende reden. Iedereen die yoga doet, wordt op termijn, als je het gehele pad, achtvoudig pad van yoga volgt, wordt op termijn bewuster, gevoeliger. Wat voor de meeste mensen inhoudt dat ons eetpatroon gaat veranderen. We gaan bewuster eten, we gaan andere dingen eten, we gaan super lekker eten, maar gezond eten. Laatste reden, ik heb zelf een yogaschool in Tilburg gehad vroeger, de Blauwe Parel. Verkocht omdat ik wilde reizen en meer wilde studeren. Maar wat je in heel veel yogascholen ziet, is dat er een soort sangha, een groep van yogis ontstaat. Mensen worden vrienden met andere mensen in de yogales. Wij deden heel bewust aan het einde van iedere les altijd een kopje thee drinken om die sangha te vormen. En daarmee krijg je een uitwisseling van informatie. Je krijgt andere vrienden die op hun beurt weer gezonder eten. Dus je wordt er zeg maar meegesleept in een gezondere richting. Oké, genoeg gepraat voor nu. Als je meer over yoga wil weten, er is een playlist, klik daarop. Als je denkt van, oh, lekker, ik wil meer bewegen, kies een andere video. Als je het nog niet gedaan hebt, schrijf je in voor het kanaal. Elke abonnee helpt mij ook, maar het helpt ook jou omdat je een melding krijgt als er een video klaar staat. Ik zie je bij de nieuwe video. Namaste.